Trutte gaan aan de druk. Ik kan niet geloven wat ik hoor. Drukken. Dag, juffrouw. Wie ben jij? Valentien. Valentien. En hoe oud ben jij? 11 jaar. Valentien, deze was echt een hele, hele, hele moeilijke voor mij. Maar, hoe moet ik dit zeggen? Dat was heel, heel goed gezongen. Dit snap ik niet. Ik snap het niet. Maar het probleem is dat we hier in een wedstrijd zitten. Van The Voice en niet in de Soundmix Show. En dat was een beetje mijn probleem. Ik ben aan het denken van, oké, ze wilt de Franse chanson doen dan, denk ik dan. Als ik daarin ga blijven, dan wordt dat een klein beetje een kopie van hetgeen dat we al eens hebben gezien. Versta je een beetje wat ik aan het zeggen ben? Maar dat wil niet zeggen dat je niet kunt zingen, want je hebt het publiek gehoord. Dus daar moet je wel heel trots op zijn. Het was inderdaad een fantastische performance, Valentien. En ik heb, zitten worstelen met mijn knoppen, mijn gedachten, ja, mijn gevoel. En het enige wat mij ervan weerhouden heeft, is dat je eigenlijk Edith Piaf, hoe kan ik dat verwoorden, te goed hebt nagedaan. Het spijt me bijna dat ik niet afgedrukt heb, maar ik had nog iets meer jou willen horen en iets meer een jonge versie die Edith Piaf doet. Ik wil mezelf een beetje voor de kop slagen, want ik heb een heel team uitgedacht. En dat team, die plaatjes zijn heel klein, die zijn kostbaar. En nu ben ik heel kwaad op mijn eigen, dat ik dat gedaan heb. Je hebt dat niet gezien, maar ik was in een bad vol vergif. Zo ontworstelen. Zo, hoe noemde dat? Stuiptrekken. Ik was heel boos op mijn eigen en ik was de man Maar ik ben nu heel boos op mijn eigen, want ik vind het ongelooflijk wat jij gedaan hebt. Valentien, je moet enorm trots zijn op jezelf. Echt waar, ik ga jou knuffel komen geven, want ik vind het geweldig goed gedaan. Echt waar. Viciat Maske aan mij. Daar zit er een incarnatie, dat heb ik ook. Of Viciat Maske. Oh, heb toch goed gedaan, Valentien. Dat was super, super.